Deze nieuwsuitzending die gaat over het katholicisme en de Tweede Wereldoorlog. Je kan het ook hebben over de katholicistische beweging. Katholicisme betekent universalisme. Allemaal lekker samen doen, allemaal dezelfde kant uitkijken, allemaal lekker meedoen met de paus als hoofd. En de bisschoppen die zitten eronder en de kardinalen die doen ook mee. En dan hebben we nog een koster en een nuncius. Ja, en koorknaapjes om in de reet te neuken. Mensen die katholiek zijn, hè? Of atheïst, dat is hetzelfde hoor. Je maakt het ook helemaal geen donder uit. Kijk, een atheïst die is een wandelende zak moleculen. En die ziet dat dan een andere wandelende zak moleculen. Die stopt zijn leuter in het gat van een kleuter. Maar dat is ook een zak moleculen. Dus de ene zak moleculen, die zit de andere zak moleculen te penetreren. En dan gaat dan die kleine zak moleculen een beetje lopen janken tegen zijn moeder. Maar die moet niet zeiken. Dat is een zak moleculen, man. Hou je bek. Oh, ik ben in mijn reet genakt door een priester. Dan kan je een klap voor je bek krijgen, snap je dat goed? Hè? Benedictus de 16e heeft dat duidelijk gezegd, hoor. Die Ratzinger. Oh, dan moet je zeggen Ratzinger. Ja, ja. Maar die Ratzinger uit Polen. Ook een katholieke gemeentetoestand regio. En die heeft gezegd, we kijken als de ene zakmolecule zijn leuter stopt in het achtergat van een andere kleinere zakmolecule, dan is dat hooguit zondig. Want misschien vroeg dat koorknaapje heel waarom. Ja, dan weet je allemaal niet wat er zich afspeelt in de sacristie. Dat is allemaal niet zo erg. Maar als jij gaat lopen vertellen dat een zakmolecule zijn leuter heeft gestoken in zijn kleine kleuter, en je gaat het doorbrieven. Gevangenis. Ja, dat je even weet wat katholieken zijn en al die mensen die meelopen zeggen van ik ben atheïst, ik vind het ook allemaal best, want wij zijn wopende zakken moleculen en het interesseert me helemaal geen kut. Nou, dat vind ik ook best. Helemaal Piggy. Kijk, met de paus aan het hoofd komt alles goed. Oh nee, maar dat wist ik niet. Oh, echt waar, joh. En hoe noem je de paus dan? Van de dagpaus? Nee, de paus, dat is een vader, maar van de vader is dat de heilige vader. En dan weet ik ook wel, Perry, dat jij weet dat in Matthäus 6 staat, van het Nieuwe Testament, dat je niemand op deze aarde je vader mag noemen, maar wij katholieken, wij vegen onze bibs af met de Bijbel. Want ja, anders moet je toiletpapier gebruiken. Ja, je kan beter de Bijbel gebruiken om je reet af te vegen. Want de Bijbel is allemaal onzin. En dat vinden de katholieken ook. En daarom overtreden ze de wetten van Mozes. En dan neuken ze kleine meisjes en kleine kindertjes van alles. Hè? In de naam van de Heer en de Vader en de Heilige Geest of zo. Ja, en ik ben atheïst en ik heb zoiets van, ja, kijk, als we er niks aan doen, dan vind ik het ook goed. Kijk, neuken moeten, ja, er moet toch geneukt worden. Dat hoort erbij, hoor. Want wij zijn mensen, net als andere dieren, net als bonobo's. Die apen, weet je, dus een dag niet geneukt is een dag niet geleefd. En dan moet toch geneukt worden. Ja, en als zo'n koorknaapje dan zo'n dikke leuter in zijn anus krijgt, joh, dat is dan een gebeurtenis. En meer niet. Nou, als je zo bent, ja. Best man. Tuurlijk, jochie. Nee. Wat maakt mij het uit dat jij helemaal niet geeft om mensen? Dat je mensen ziet als zakkenmoleculen. En die neuken af en toe. Nou, dat is het. Moet je niet al te veel over lullen. Voor slot van rekening, Mark Rutte is katholiek als atheïst en een sodomiet, bijna mij. En wie is er nog meer katholiek? Die president van Europa. Plotseling hadden wij een president. Wat is dat nou weer? We hadden al een stelletje katholieken met de AAA van 8 of zo.
AAM van 8. Dat is ook een katholiek. Ah. En die koning Willem-Alexander, die ging samen met zijn vrouw Maximo en die drie AAA-kinderen wel lekker naar de paus. Ja, natuurlijk. En die andere fijne, Madeleine Albright. Die was minister van Buitenlandse Zaken onder Clinton, Bill Clinton. Er waren 500.000 Irakese kleine mensen overleden door economische, medicinale boycotten. En dan werd er aan Madeleine Albright gevraagd van, wat vind je daar nog van? Is dat wel de bedoeling dan? Zij zei, nou ja, het is heel moeilijk om daarvoor te beslissen. Maar achteraf bezien, die 500.000 dode Irakese kinderen, nou, dat heeft wel wat opgeleverd, hoor. Ja, dat is een katholieke, snap je? Ja, maar Perry, dat was... Wat heb je het nou over, in de jaren 90? Nou, dat is alweer bijna 20 jaar geleden. Dus het is, nu zijn de katholieken allemaal heel aardig geworden. Oh, ja. Waar baseer je dat op? Ga er weg, die universalisten, die globalisten, want dat zijn het, hè? Maar zogenaamd bijbelgelovende christenen. Ja, ik geloof in de Bijbel, want dat vind ik een beter toiletpapier dan wat je hier gemiddeld koopt bij de Spar. Weliswaar is een toiletrol bij de Spar is maar ja, twee dubbeltjes en een Bijbel is dan €8,95 bij de fakkel. Maar dan nog, ik veeg liegen, want in de Bijbel zitten 1024 pagina's. En dan kan je wel de hele tijd je reet mee afvegen, hoor. En vooral het boek Openbaring vind ik heerlijk om de bibs mee te kuisen. Adolf Hitler, die stond onder de begeleiding van Frans von Papst. Of Papen, of zo. Was een jezuïet. Adolf Hitler was een toneelspeler, een puppet. Wat een geinig snorretje. En hij kon goed praten, dat wel. Ein Volk, ein Führer. Het punt was dat Duitsland, of in Duitsland, daar had je in het jaar 1511 de uitbarsting van, chagrijn, zo, van meneer Maarten Luther. Die had er schoon genoeg van. Hè? En Maarten Luther was een katholieke priester. Maar meneer Maarten Luther, die heeft Latijn mogen leren. Die heeft de Bijbel gelezen. Die keek naar het gedrag van de organisatie, van de Bijbellezers. En die zei, nou, het gedrag van die organisatie correspondeert niet met de inhoud van de Bijbel. Ja. Ja, toen moest Duitsland kapot. Dat hebben ze gedaan bij de 30-jarige oorlog. Dat was in de 19e eeuw of zo. Maar dat was niet genoeg geweest, want daarna kreeg je Adenauer. Ja, toen moest het overnemen. Dat hebben ze Adolf Hitler daar in het zadel geholpen. En Adolf Hitler was niet eens een Duitser, dat was een Oostenrijker. Want Duitsland is er goed kapot aan gegaan, hoor. Wow. Eén volk, één aanvoerder. Oh ja, Führer. Dat is hetzelfde. Führer, het woord Führer, dat komt overeen met het woord farao. Leider. Een machinist, dat heet op zijn Duits een treinführer. Een Zugführer. En Adolf Hitler heeft al die Duitsers laten instappen in de grote trein van het nationaal socialisme. En toen zijn uiteindelijk in Berlijn 1 miljoen vrouwen vergewaltigd. Zum Tode. Ja, dankjewel meneer de Paus.
Ja, maar dan hadden die Duitsers ook maar mee moeten doen met het katholicisme. Ja, het punt is, het katholicisme, dat is walgelijk. Ja, je weet toch zonder meer dat mensen stupide zijn. En daarvoor hoeven ze toch niet openbaar te gaan vertellen elke zondag dat ze stupide zijn. Dat is toch zonder meer wel duidelijk. Daar hoeft de katholieke kerk niet ophef over te maken, hoor. Dan kijk eens hoe stupide de mens is. Dus mijn dochter is ook katholiek. En zij zal zeggen, nee pap, ik ben helemaal niet katholiek. Ik ben atheïst. En je bent katholiek. Al die schoolboekjes van haar over weer samen aan de school. Van alle debielen, die laten we met hoog IQ mensen in dezelfde klas zitten. En dan krijgen die hoge IQ lui, krijgen geen onderwijs, want er is geen tijd voor. Want al die debielen die schreeuwen de hele tijd. En mijn dochter vindt dat oké. Ja, zij dwaalt lekker weg in de onwetendheid. Ja pop, want Christus heeft toch gezegd, zalig zijn de armen van geest. Nou, en daar wil ik zelf ook voor zorgen hoor, dat ik zo dom mogelijk blijf. Nou, dan ben je dus atheïst, katholiek en rot maar op. Communist, fascist. Ja, ik heb er geen ander oordeel over. Het is niet aan mij om het goed te praten. Ik vind het walgelijk. Jozef Stalin. Die heeft zelfs op de Jezuïtische school gezeten. En een of andere Jezuïet erbij die zegt, ja, killen, moorden, voor het goede doel. Het doel heiligt de middelen. Ja, dat is katholicisme, hè. Oh, vrouwen verkrachten, kleine kinderen op de brandstapel, maakt niet uit, alles afmaken. Als het niet Urbi et Orbi gaat lopen roepen of zo, en dat doet niet aan de heilige Maria, moeder van God, ja, kop eraf. Als ze genade hebben met jou, hè. En zo niet, dan wil je eerst als vrouw lekker, heb je gratis seks, man. Dan hoef je echt niet zoals de eerste beste straatprostituee een kwartier te lopen hier in Arnhem, voordat je op de afwerkplaats bent. Nee, ben jij maf. Je wordt gelijk meegenomen naar een kelder en daar begint het grote feest. Nou, en dan nog een beetje uitmergelen. Nou, heel veel neuken. Dan een paar klappen natuurlijk, met een zweep of zo. En als je dan uiteindelijk helemaal zegt, ja, we hebben kapot. Ja, dan mag je nog even op de barbecue. Dat zijn de katholieken. Dat hebben ze gedaan. Millennium na millennium. Ja, maar Piggy, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat is ook zo'n leugen. Dan kom je iemand tegen die zegt, oh, ik heb zo'n koppijn. Ik zeg, wat heb je dan gedaan? Ja, ik heb een liter jenever opgedronken. Zeg, heb je dat eerder gedaan? Ja, dat heb ik heel vaak gedaan. En iedere keer was ik ziek, misselijk en nu weer. Want de resultaten uit het verleden bieden toch geen garantie voor de toekomst? Nee, homo. Natuurlijk niet. Morgen weer een liter jenever? Ja, heb je overmorgen weer een kater van liter Tokio? Of Kyoto. Ik weet niet welke Japanse hoofdstad jij het mooiste vindt. En Kyoto is niet de hoofdstad van Japan. Dat is Tokio. Even op de klemtoon letten, snap je? Nou, maar we hebben over de katholieken in de Tweede Wereldoorlog. Dus Stalin en Adolf Hitler. Dus Jozef Stalin. En die heette helemaal niet zo. En Adolf Hitler heette ook niet zo. He, dat is de achternaam van meneer Adolf. Dat was Schicklgruber. Heel grappig hebben ze er Hitler van gemaakt. En dan krijg je Adolf Hitler. Oder nicht. Adolf de vioolspeler. En ook zo'n grappige Joodse film erachteraan. Met Fiddler on the Roof. De vioolspeler op het dak. Ah, nou het hebben die Joden genoten, zeg, van de rol van Adolf Hitler. Oder Adolf Hitler. Nee, dat was leuk, man. Nou, Stalin wist ervan, Adolf Hitler wist ervan, allemaal dezelfde partij. Winston Churchill,
Engeland was protestants ooit. Ze hebben daar een aantal jezuïeten, het katholieke. Dat was de Elisabeth. De koningin Elisabeth de Eerste, die heeft een decreet, een bevel uitgevaardigd. Want als er iemand voet zet in Engeland, dus op de eilanden, en die blijkt katholiek te zijn, de doodstraf. Dus als katholieken willen blijven leven, dat is best, maar geen voet zetten op Engels grondgebied. En waar, denk je dat Elisabeth I een tuthola was? Nee man, er waren 5, 6, 7 moordaanslagen op haar gepoogd. En die waren allemaal ontmaskerd, ontleed, al die mensen. En toen zei Elisabeth, nou is het afgelopen. Er komt iemand Engeland binnen en die is katholiek. Oh, weg ermee. De enige manier om de tuig te bestrijden, kop eraf. En dan niet zo heel lullig dat je eerst allemaal met een zweep en je gaat je bekeren of je sterft. Nee. Ik ben katholiek, mooi zo, meenemen. En goed kijken bij de havens. Wat er nog een katholiek aan komt lopen. Je moet oppassen hoor, die katholieken die trekken iedere de hoedje over hun kop hoor. Die komen rustig binnenwandelen en zeggen van ja, ik ben protestant. Ja. Heilige Maria, moeder van God. Gezegend zijt u onder de vrouwen. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Bid voor ons, zondaars, nu en tot in het uur van onze dood. 3 vingers in je anus, vind je dat veel? Of heb je er liever 4? Of de hele vuist? Ja, ik moet even maar. Ja, ik heb maar gezegd. Ik heb het toch gezegd. Want waar het over gaat, joh. Ja, iedereen weet hoe Duitsland vernacheld is door de paus. Ja, want Adolf Hitler was van de paus. Jozef Stalin was van de paus. En Winston Churchill was van de paus. Want het feit dat dat Engeland protestants was. Die tijd is voorbij. Al heel lang. Ja, toen Engeland oorlog ging voeren met China, omdat China niet wilde dat Engeland heroïne, opium, onder de marktwaarde, zeg maar, heel super goedkoop, werd China volgepompt met heroïne. En die Chinezen, die boos man. En de Engelsen, wat jij protesteren, wij heroïne produceren en lekker goedkoop op de markt zitten. En anders dan, dan gaan ze nog oorlog voeren ook. Dat waren de Brits-Chinese oorlogen van de 19e eeuw. En toen was Engeland katholiek, snap je? Want alleen katholieken doen dat. Een zinvol mens gaat niet een regio volpompen met heroïne. Aan 0,01 cent per gram of zo. Dus een regelrechte oorlogvoering was dat. Dus Engeland is zo katholiek als de kut. Van een stinkende moeder der hoeren. Oh, maar Piggy, dat is een vies woord. Wat is een vies woord? Stinkend? Nou, alsof het allemaal nog niet genoeg was. Ze hebben heel Europa vernacheld, by the way. Nederland is ook de gazen genomen. België ook, Frankrijk natuurlijk, Zwitserland niet, want dat is het gebied van de paus. Weet je ook gelijk waarom in Zwitserland moeten alle burgers, een wapen in huis hebben? Ja, die paus die scheidt in zijn broek. Wel een beetje het kapitaal, hè? Das Kapital. Karl Marx was ook van de paus, maar das Kapital,
een beetje vertijden kon, hè? Maar Zwitserland was lekker neutraal. Ha, ha, ha. Nou, wat is een probleemgebied geweest voor die katholieke fijne ja, kleuterneukers, vrouwenverkrachters, mannenmartelaars, zeg het maar, brandstapelaars? Ja, Joegoslavië. In Joegoslavië, dan heb ik het nu even over Kroatië. In Kroatië, daar waren 1 miljoen niet-katholieken. Waarvan een paar honderdduizend Joden. Met synagoges. Bar mitzwa en zo. Ja, ik ben Joods qua denken. Ik heb heel veel respect voor Joden. Ik vind het slimme na. Zijn ze ook, by the way. We zorgen goed voor kinderen. Qua IQ, hè. Ashkenazi-Joden dan. Je hebt een IQ van 110. En wij maar van 100. Ja, mijn IQ is 130, 140 of zo. Maar ik ben een uitzonderingsgeval. Mijn dochter heeft ook zoiets zo, 130, 140 of zo. Maar die is katholiek. Yep. Verloren zaak. Jammer dat ze zo slim is. Maar ze gaan die dingen. Maar die Ashkenazi-Joden, die zijn. Die kinderen, die scoren, jongen. Syriërs daarentegen, die zitten op 80. Dat scheelt 30 punten, hè? En onder de Sahara, de Sub-Saharan heet dat op zijn Engels. De Sub-Saharan Territories. IQ van 70. Ja, Ashkenazi-Joden, die zitten 110. Op de voet gevolgd door Aziaten. Zeggen ze. Ik heb respect voor Joden, maar de paus niet. Die mag ze niet. Ja, vind je het gek? Die Joden die gaan niet meedoen aan dat maffe gedoe met Heilige Maria, Moeder van God. Je weet niet eens hoe God eruit ziet. Maar heeft God een eigenschap? Je kan zeggen, God is goed. Ja. Maar waarin dan? Je kan ook wel zeggen, Perry is goed. Maar waar blijkt dat uit? Goed zijn is geen eigenschap. Noem dan een eigenschap van God. God is blauw? Nee, natuurlijk niet. God is groen. Nee, ook niet. Hoe kom je erbij? Nou, de laatste keer dat ik God zag, was hij hartstikke blauw. Nee, de laatste keer dat je God zag, toen zag je mij. En ik was inderdaad hartstikke blauw, want ik had 23 Jekermaars erop. En dan ben je blauw, heet dat. Namelijk straalbesopen. En groen ben ik al helemaal niet. Kan zeggen, God is pistof. Ja, inderdaad. Dat denk ik wel. Als ik God was. Maar ja, wie moet je doden? Adolf Hitler dacht er heel makkelijk over, hoor. Gewoon, alle Joden gaan we doden. Ja, maar zijn in Auschwitz zijn er helemaal geen gaskamers gevonden. Nou, in Auschwitz zijn een hele hoop Joden naartoe gegaan, geheel verplicht, gratis op de trein. En weinigen zijn er die teruggekomen zijn. Ja, allemaal op rijm, snap je? En waren dat er 6 miljoen? Nou, dat weet ik niet. Maar in totaal heeft de katholieke kerk op de kerfstok 500 miljoen. Dus die 6 miljoen van de Tweede Wereldoorlog, dat is een druppel op een gloeiende plaats.
in het grote geheel. Maar die Joden, die moesten gepakt worden. Het gaat over katholicisme en de Tweede Wereldoorlog. En dan kan je die Joden niet vergeten. Maar iedereen heeft het over die Joden die naar Auschwitz zijn gestuurd. Verplichtend. Stop ze thuis, hè. Verplichtend. Ja, die zijn kapot gegaan. Want Joden hebben hun eigen boek. De Torah. De Pentateuch. Als je alleen maar Genesis en Exodus. Als dat de enige twee boeken zijn in jouw bezit. Dan heb je genoeg. Dan kan je uren en uren je kinderen voorlezen. En zeggen, dit is de waarheid. Nou, daar houdt de katholieke kerk niet van. Als we de waarheid van de katholieke kerk openbaar gaan maken, dat zijn 500 miljoen burgers op gruwelijke wijze tot de dood hebben gebracht. Nee, dat mag niemand weten. En Mark Rutte, die geineus, een beetje lachen. Ha, 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 ha. En een beetje herenliefde bedrijven. Of denk je dat Mark Rutte celibatair is of zo? Geloofde gij dat? Terug naar Kroatië. Er waren 1 miljoen mensen in Kroatië. En die waren niet katholiek. Daar had dat niks mee te maken. Die zijn allemaal gedood. Die mensen zijn gedood. Echt, hoe ze dat gedaan hebben. Je kan die film kijken. The Texas Chainsaw Massacre. De Texaanse kettingzaag. Massaker. Dat is massacre op zijn Nederlands. Ja, dat is niets vergeleken met wat de katholieke kerk heeft uitgevroten in Kroatië. Geet toch weg. De spielerij. Die film dan, hè? Best een leuke film, by the way. Ik zal hem even bekijken. De mise-en-scène is goed. Het verhaal is goed. En de blote tieten krijg je ook nog te zien. Dat is altijd leuk in een film. Maar wat ze uitgevroten hebben in Kroatië. 300.000 Joodse mensen. En 700.000 orthodoxe christenen. 700.000 orthodoxe christenen, 300.000 Joden, waaronder vrouwen, kinderen, opa's, oma's, zeg maar. Er waren al die mensen dood en de katholieke kerk zo, oké. Okay. Al die huizen waren leeg en er zaten spullen in, al die spullen meegenomen op de hondenkar. Lekker verkocht, al het goud meegenomen, juwelen, zeg maar. Er zijn later, deze eeuw, 21ste eeuw, zijn er mensen die hebben gezegd, kom, we willen de centen, we willen een schadevergoeding. We willen minimaal de waarde in euro's van de gestolen goederen terug. En we willen een wiedergutmachung voor het feit dat er familieleden en dat soort personen, kennissen, buren, zeg maar, die zijn tot de dood gemarteld. Kijk, als ik Mark Rutte in mijn handen krijg, dan wordt het heel eenvoudig, hoor. Een Wolter P22, pief, paf, poef, klaar. Maar Mark Rutte hoeft niet te lijden. En liever heb ik nog dat we helemaal Mark Rutte niet dood gaan schieten, want dan heb je een kadaver. Daar heb je ook niks aan.
Laat Mark Rutte maar lekker achter een hek zitten, ergens in Roemenië. Even praten met die Roemenen, van wat kost het dan? We willen 2x2 kilometer, dus is het dan? 4 vierkante kilometer, zoiets. Hè? Nou, mooi hek eromheen. Klaar. En Mark Rutte erachter. Lekker eendjes voeren en brood bakken elke dag. Ja, maar hoe komt Mark Rutte dan aan zijn gerief? Nou, als Mark Rutte in die omstandigheden ganzen gaat neuken, dan krijgt hij een probleem. Nou, ik zeg het maar, ik zeg niet dat hij dat gaat doen als hij achter dat hek zit in Roemenië. Maar hij is een katholiek en met de katholieken hoef je geen medelijden te hebben. Want katholieken, dat zijn zakkenmoleculen en die hebben één dingetje niet. En dat heet nadenken. Een beetje toezien, dat Mark Rutte ziet toch toe? Nou, Mark Rutte weet dat toch? En hij zo, ha ha ha, we gaan de btw verhogen. Doen we eerst het hoge btw-percentage omhoog, met een paar procent, en dat levert heel veel op. En toen moest het lage btw-percentage omhoog. En het hoge btw-percentage is een 2-3 jaar terug, zo weer 4 jaar terug, van 19% naar 21% verhoogd. Dat is een verhoging van 10%. Ongeveer, hè? Afgerond. Nee, nu hebben ze het laag btw-percentage verhoogd van 6% naar 9%. En dat is 50%. Waarom denk je dat die katholieken onze kinderen niet meer leren over breuken? Nou, dat is omdat als we onze kinderen leren hoe een breuk werkt, dat 3 gedeeld door 4 gelijk staat aan 0,75... Ja, dan gaan we leren rekenen en dan denken we, hé, we worden in onze reet geneukt. Niet alleen de koorknaapjes, nee, hele gezinnen, hele alles. En dan moet je kind moet er ook nog verplicht naartoe. Verplicht het. Verplicht het. Ja, maar Duits is een beetje roestig. Ik moet binnenkort weer even met Jörg Liesman gaan reden. Dat ik een beetje ga werken aan mijn Duits. Maar het gaat nooit meer wat worden hoor. Jonge boomtjes die kan je verplaatsen, maar oude bomen niet. Hè. Zelfs mijn Engels, dat kan ik helemaal niet. Ik kan het verstaan. Hey, meegaan. Nou, die mensen die gingen naar het internationaal gerechtshof. In Den Haag. Van wij willen ersatzbevriediging, plaatsvervangende bevrediging. En wie de goed mag om. En toen zei het internationaal gerechtshof, ja, maar het gaat hier om misdrijven van de katholieke kerk en hun meelopers. En wij hebben daar geen zeggenschap over. Ja. Zal ik het nog een keer zeggen? De misdrijven die gepleegd zijn in Kroatië, dat waren katholieken. En daar heeft het internationaal gerechtshof geen zeggenschap over. Geen jurisdictie. Kortom, katholieken die mogen koorknapen neuken van hier tot, zeg maar, maakt niet uit. Een koorknaap niet geneukt is een dag niet geleefd ofzo. En de rest, hè? Want die koorknaapneukerij, ja, inmiddels zijn de meeste koorknapen er wel achter van, nou, ik ga helemaal niet helpen bij het eten van het Jezuskoekje. Dat moet je ook helemaal niet doen, want je moet geen Jezuskoekje eten. Je moet de woorden van Christus Jezus begrijpen. En niet een koekje eten. Een hostie, noemen ze dat. En een hostie, ik zeg niet dat ik een goede kok ben of zo. Maar ik maak een lekkerder koekje dan een hostie, hoor. Ik had een Turkse werker. Nooran.
Nou, die nam op een dag nam ze een zak mee met allemaal broodjes. En die ene broodjes, daar zat kaas in. En die andere broodjes, daar zat de Turkse worst of zo zat erin. Hè. Ja, dat hebben we over. En mijn vrouw, de moeder van mijn kind, helaas. Maar die is dan katholiek. Hè. En die at ze niet, hè? Nee, nee. Maar dat waren goede broodjes. Echt wel lekker, hoor. En die Turken kennen wel wat, hoor. Je kan wel lopen zeiken over Turken, zoals mijn moeder. Dat is ook een atheïst, ook een katholiek. Ja, die werker is een Turk. En nou, dat moet je niet hebben. Je moet altijd een werker hebben uit Marokko. Ja. En die katholieke moeder van mij, hè, van mijn kind dan, hè. En mijn moeder is ook katholiek, ja, ook atheïst, homoseksueel gevoelig of zo. Oh, wat zielig. Oh, dan worden mensen geboren. En die voelen zich een vrouw in een mannenlichaam. En dan moeten ze elke dag met een penis in een hondenbroek over straat. En dat is zo erg. En ik vind dat in het ziekenfonds dat er gratis penisamputaties zit. Ja, die rotzooi die kost mij 110 euro per maand, hè, stomme katholieke. Gaat er weer. En het grappige is, ik weet al dat het katholicisme, dat staat voor de antichrist. Vanaf mijn 12e jaar. 12, 13, 14, zoiets. Ik dacht, oh, zit dat zo? Ik had ook een keer, kwam ik mormonen tegen. Uitermate verdachte organisatie, by the way. Er zat die vent achter, weet je nou. Brigham Young had je natuurlijk. Maar die andere lul, weet je nou. In de 19e eeuw, hè. Nou, hij schiet me zo wat te binnen. Brigham Young was er eentje van. Dat was een vriend van hem, kennis. Ja, en die mormonen, die doen dan evangeliseren voor hun ding. En die kreeg ik op bezoek. Ja, okay. Kom maar langs, afspraak gemaakt. Kom maar langs, zo en zo laat. Daar en daar, op mijn kantoortje bij Douwe. Dat was toen mijn huisbaas. Ik had een kantoortje bij Douwe. En Douwe komt natuurlijk uit Friesland. Dat kan niet anders. Ja, en ik met die jongens zo een beetje kletsen. Dat was toch gezellig, hoor. Ik had me al even verdiept in het mormonisme. Ik had speciaal rooibosthee gehaald. Van die zakjes. Hè. Want dat mogen ze wel. Geen koffie, geen zwarte thee, geen vlees, geen alcohol, niet roken. Maar als het feest is, dan mag je rooibos thee. Dus ik rooibos thee in huis gehaald. Ah, dat hebben ze opgedronken. Dat is wel leuk. En dan zei ik tegen de lui van, ja, hoe denken jullie over waarheid? Zij snapte die vraag niet, hè. Ik zei, nou, een van jullie, ja, een van de mormonen, die heeft zijn vraagtekens gezet bij het verhaal van de aanslagen van 11 september. Nou, dat wisten ze niet. Ik denk, okay. En dan kreeg ik dat boek van Mormon, gratis en voor niks. Dan moet ik ze nageven. Ik kreeg het gratis. Nou, en ik heb dat boek uitgelezen tijdens de vakantie. En na de vakantie zouden we weer gesprek hebben. Dus ik zei tegen Hully van, nou, ik lees dat boek van Mormon. En jullie gaan kijken naar die vent van, weet je nou. Staat de Korsakov weer toe of zo? Al die namen, man. Maar dat was ook een Mormon. En dan kwam ik ze weer tegen, tweede afspraak, kwamen ze weer langs. Ik weer rooibos thee zakjes gehaald. En dan wilden ze nu geen rooibos.
En er was ook nog een Nederlandse man, die was er dan bij. Kwamen ze met z'n drieën, alsof ik het grootste gevaar van Arnhem was. Want die twee Mormonen, dat waren Amerikanen. Spraken erg mooi Nederlands. By the way. Ik pak hem er even bij hoor, even voor mijn... Wat wordt het zo saai. Het over katholicisme en de Tweede Wereldoorlog. Even kijken hoor, Mormonse kerk. Yep. Kom maar op. Dat noemen ze de kerk van Jezus Christus. Even kijken hoor. Waar staat die naam? Oh ja, dan weet ik het weer. Ja, natuurlijk. Ahahahaha. Jozef Smits. Op zijn Nederlands, hè? Jozef Smit. Op zijn Engels zeg je hetzelfde, maar dan is dat Smith. Jozef Smith. Wat die andere fan nou van die. Ik heb mij geabonneerd erop. Of meegetekend. Wat was het? Ik ben 9-11 Truth of zo. Anyway, bij het tweede bezoek vroeg ik aan die lui van ja, jullie lezen Bijbel, ja of nee? Ja, we lezen Bijbel. Ja. Oké, in de Bijbel staat dat er een gedachte is, een gedachtegoed. En dat is de antichrist. Welke huidige variant van de antichrist is heersend? Ja, ze wisten gelijk het antwoord. Dat is de katholieke kerk. Ik praat maar een beetje vanuit de krochten van Arnhem. Je moet niet denken dat ik hier woon in een villa met een achtertuin en een zwembad. En brunettes die je kan gaan neuken na de barbecue. Eerst een beetje cocaïne erin en dan worden ze zo geil als wat. En dan een halve liter vodka en dan ga je erop wild. Nee, natuurlijk niet. Ik heb helemaal niks, man. En ik wil ook helemaal niks. Dat interesseert me niet. Ik vind brunettes aantrekkelijker dan blondines. Maar Lonneke is blondine en dat is ook een kutwijf. Dus daar ga ik ook mee om. Al die vijven zijn allemaal zo moeilijk. Maar die mormonen weten dat ook. En er wordt nog een heel verdriet voor die grote bevolkingsgroep. Want ze hebben dan hoeveel volgelingen? Dat staat hier dan niet op Wikipedia. Het gaat om miljoenen mensen hoor. Als die erachter komen... Dat Jozef Smit... Dat was een vrijmetselaar. En de vrijmetselarij komt van die Jezuïeten. Ja, bestudeer je geschiedenis. Wim T. Schippers heeft zo'n mooi gedicht van... waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Ja, die mormonen weten dat hoor. Uit die katholieke kutkerk. En al die meelopers, coadjutors op zijn Engels, meatlover. Ik weet niet of dat Duits is hoor, maar als het geen Duits is, dan zou ik zeggen bij deze beste Duitsers, meatlover. Even toevoegen aan je vocabularium. Al die atheïsten, homoseksuele vereerders, transgendersteuners en... Ja, ik kijk zelf graag naar porno met twee vrouwen. Ja, je bent een... Ja, snap je? Niet dat jij een smeerlap bent, maar die mensen die dat doen, het vinden... Gadverdamme, man.
En het internationaal gerechtshof te Den Haag heeft geen zeggenschap, geen jurisdictie over katholieken. Nee, daar kijken we wel linker uit. De hugenoten, of de calvinisten moet ik zeggen. De calvinisten die hebben duizenden katholieken gebarbecued. Dat is niet christelijk. Ik ben ook geen calvinist, ik ben ook geen lutheriaan. Ik lees de Bijbel samen met Jörg Liesman en Michael. En ik luister naar Jörg Liesman en Michael als ze samen een uitzending doen. En met Victor erbij. Dat is voor mij genoeg. Ik wil best een keer naar een kerk. Dat maakt niet uit. Voor de gezelligheid. Maar misschien dat ik dat beter niet kan doen hoor. Want al die kerkdiensten hier in Arnhem. We hebben het over katholicisme en de Tweede Wereldoorlog. Hè? Maar die kerkdiensten hier in Arnhem van die protestanten. Ik ga niet naar een katholieke kerk. Ik ga geen Jezuskoekje eten. Ben jij maf? Je kan net zo goed collectief gaan masturberen. En dat vind ik ook smerig. Dit is het lichaam van Christus. Flikker op. En dan vieren dan die protestanten, of vieren, dan houden ze de dienst op een zondag. Dan denk ik, wat heb je nou weer verzonnen? En je hoort de dienst te houden op de zaterdag. De sabbateo, op zijn Italiaans. De sabbat, op zijn Hebreeuws. En niet op de zondag. Punt. Nou, dan ga ik naar zo'n protestantse kerk stellen. Dan zou de eerste wat ik dan te vragen heb aan een voorganger. Want why the fuck hou je deze bijeenkomst op een zondag? Waarom niet gisteren? Nou, ik ben een man van het woord. Ik kan ook niet meer dan het woord. Mijn vriend, de bouwvakker, Wout, de drummer. Ja, die kan timmeren. Die kan bouwvakken. Maar ik niet. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik zie die bouwvakkers wel bezig. En dan denk ik, ja, eigenlijk wel gezellig. Ja, echt wel leuk. Lekker een beetje samen bezig zijn. Maar laat mij maar in mijn eentje een beetje ouwe hoeren. Ik ben een man van het woord en ik ben ook een man van mijn woord. Ik ken mijn Bijbel. En niet helemaal, niet zo goed als Jörg Liesman. En die weet er veel meer van. Maar dan nog. Ik ken mijn Bijbel, man. Dat is alles. En een kerk. Wat de F heb ik te maken met een kerk? En die katholieken mogen van alles uitvreten. Internationaal gerechtshof te Den Haag heeft er geen enkele zeggenschap over. Ha 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 ha. Maar wij hebben van die katholieken. Ze hebben 500 miljoen van ons hebben ze gechopt. Nou, rekenen we 100.000 euro. Met inflatiecorrectie 1 miljoen euro. Nou, dat hebben we. 500 miljoen keer 1 miljoen, dat lijkt mij 500. Even kijken hoeveel. Een miljoen keer 1 miljoen, dat is dan. 1 miljoen keer 1000 is 1 miljard. En dat keer 1000, dat is 1 biljoen. Dus 500 biljoen aan poen. Hebben wij te goed? Ja, laat die katholieken lekker gaan betalen. Stel ik je smeerlappen.
En daar lullen we nergens meer over. Ja? Die lui leggen 500 biljoen op tafel. Als wiedergutmachung. Maar wat ze uitgefroten hebben. In Duitsland en in Kroatië. Kom maar op met die poen. En Marc Dutroux zijn we ook niet vergeten. Ja. Dat je even weet hoe ik erover denk. En ik vind jullie, die er helemaal geen enkel probleem mee hebben, wat die katholieken hebben uitgefroten in de Tweede Wereldoorlog. Dat je denkt, wow, ja, de Tweede Wereldoorlog, dat is alweer 70 jaar geleden ongeveer. En ik, het is nou wel lekker weer. Vanwege de global warming ligt er allemaal sneeuw op straat. En dat vind ik wel prima. Want het is toch een beetje koud, hè? Maar dat komt omdat we CO2-belasting hebben betaald. Want er is weer een beetje sneeuw. En goed hoor dat de BTW omhoog is gegaan. Jullie verdienen het leven niet. Je rot maar op. Geen respect, geen leven. Geen gevoel voor geschiedenis, geen leven. Zo erg, maar waar. Laten we een atheïstisch standpunt innemen. Jij bent een zak moleculen. En jij hebt niet in de gaten dat jij een brief kan schrijven. Want jouw hond kan ook geen brief schrijven. Dus jij bent gelijk een dier. Maar je bent wel een zak moleculen die een brief kan schrijven. Jij kan verwoorden. Heb je daar geen respect voor? Nou, maakt niet uit. Je Christus heeft mooi gezegd, want God zaait. Slechte zaden. En goede. Staat in het Nieuwe Testament. En als jij denkt van ja, slechte zaden, die zijn net zo goed als goede zaden. Ja, flikker op. Want dat is niet zo. Goed is niet gelijk aan slecht. En het is niet zo dat als 80% of 90% of wat je momenteel hebt, 98% van de mensen die zijn slecht, dat je dan ook slecht mag zijn. Want ook kennelijk is de mode dat we allemaal slecht zijn. En dan ga ik ook een beetje neuken met de buurvrouw. Weet je nog dat Christus heeft gezegd dat hij die denkt aan overspel, alleen denken, die heeft het al gepleegd. Ja, daarom vind ik Christus Jezus ook zijn surneus, want dan mag hij niet neuken buiten de deur. Nou, weet je wat, jongen, je gaat het gewoon lekker doen. En als je een beetje mazzel hebt, dan krijg je nog kinderen ook. En die kinderen raak je kwijt, en die worden helemaal verdwaasd. En dan gaat alles aan de kloten, en dat wil je toch zo graag. Nou dan. Go and knock yourself out. Of op zijn Nederlands gezegd, go... Ant, knok, jorzelf, jouwerzelf, oud. Go and have some fun in de pornobioscoop die jij het leven noemt.
Ja, dus ik wil niet hard overkomen. Helemaal niet. Maar ik heb geen zin om vergevingsgezind te zijn naar katholieken. En al die meelopers, al die atheïsten. Al die onachtzame, kinderverneukende, op een of andere manier, mensen. Schande. En het is niet mijn schuld dat ik dat vind. Dat kan niet. Ik weet het al van over 50 jaar geleden wist ik het al. Ongeveer, bijna. Ja? Afgerond. Ja, maar Piggy, jij bent heel erg slim en je mag ons niet verweten dat we achteraan hobbelen. Nou, ik heb helemaal niks te verwijten. Maar wat dacht je van God? Wat dacht je dat God van je vindt? Jij stomme katholiek. En je hoeft mij niet naar de kerk, dat hoeft helemaal niet. Ik wil dat je de Bijbel begrijpt. Het woord. Snap je? En als dat er niet in zit, nou, dan ben je mislukt. Ja, dat maakt niet uit. Ja, van die pottenbakkers en met een stuk klei en ja, dit is niet zo'n mooie pot geworden. Oh, daar wil ik nog niks aan. Ja, kom op, weg met die pot. Verkeerd gebakken. Al die mensen die maar een beetje feestlopen hebben. En dan heb je van die gele hesjes. Het is nu, even kijken naar de datum. Hoe is het nou? 31 januari 2018. Dan gaan mensen over straat lopen in een geel hesje. En dan ha 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 ha. Dat noemt zichzelf protestant. Dat is geen protestantisme. Het protestantisme is dat je Mark Rutte een vieze, vuile, smerige katholiek vindt. Namelijk een atheïst die ook nog een reetridder is. En dat is de leider van Nederland. De mensen zeggen, ja, dat hele kabinet moet weg en er moet iets nieuws komen. Ja, nee, je moet Mark Rutte voor zijn kop schieten. Ik bedoel overdrachtelijk, hè. Ik wil geen gezeik met de NSA of zo. Maar schiet hem voor zijn kop. Paintballen, minimaal. Of nog beter, helemaal niks doen. En je houden aan de woorden van Christus Jezus. Heb uw naasten lief. En jouw kinderen zijn na. Of niet? Nou, die moet je lief hebben. Dat is wat Christus zegt. En de rest kan je rug op. Het is moeilijk hoor, het is echt heel moeilijk om de waarheid onder ogen te zien. En wat die katholieken hebben uitgefroten tijdens de Tweede Wereldoorlog. In Kroatië 1 miljoen mensen. Je hebt zo'n website en die heet, ik ga hem niet als link vermelden hoor. Dat kan ook echt niet echt, maar dan moet je naar zo'n porno-site gaan. Maakt niet uit welke. De Pornhub.com of Bad Jojo of Red Tube of zeg het maar. Dan moet je even intypen. I-N, dus Isaac. Isaac, Nico, Simon. Eduard Xantippus.
insects.com. Insects, dat is genoeg. Insects. Daar zie je sadisme. Maar dat is consensueel. Die dames die daar... Auw, 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 auw. Die krijgen betaald, snap je? Dat is een business. En de katholieke kerk, die doet dat zonder business. Het is alleen maar om die vrouwen te verneuken. Dat je het even begrijpt. En dat je niet zo achterlijk bent. En dat je goed begrijpt waar momenteel, sorry voor mijn stotter, Donald Trump is een katholiek. Donald Trump heeft gezegd, ik zal vechten voor de katholieken. Want die hebben 500 miljoen burgers vermoord over de hele wereld. En nu Amerika nog, dan gaan we er ook 100 miljoen vermoorden. En die gele hesjes een beetje hier over straat lopen van... Oh, wij zijn het volk en wij protesteren met een geel hesje. Dat is toch helemaal niks? Hooguit krijg je een confrontatie met de politie. Aha, aha, aha. Dat slaat toch helemaal nergens op? Wij willen onze pond terug, die 500 biljoen euro op een ABN AMRO rekening of whatever, of in goud, of maakt niet uit. Dat is van ons. En dan kunnen wij boodschappen gaan doen in de supermarkt om voor onze naasten te zorgen en onze liefde te uiten met tijd en aandacht. Maar zonder geld kunnen we niks. Snap je? Wij moeten die poen terug. Dat zaakje in Kroatië met 1 miljoen. 1 miljoen. Nou, per gedode 1 miljoen euro. Dat is 1 biljoen. Nou, kom maar op met die poen. En het internationale gerechtshof van Den Haag, wat geen zeggenschap heeft over het Vaticaan, alle rechters doodschieten. Oh, één voor één. Je werkt mee bij het internationaal gerechtshof van Den Haag. Oké, okay, bam. Klaar ermee. We willen een nieuw internationaal gerechtshof, wat wel zeggenschap heeft over het Vaticaan. Stel ik je katholiek homo's in de slechte zin van het woord, op zijn Brabants, hè? Die hebben een concordaat getekend met de katholieke kerk. Een concordaat. Ja, dat maakt ons Nederland medeschuldig aan die moordpartij van die 1 miljoen Kroaten. Ja, ik wil niet Frans gaan spreken, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar snap je het nog? Word wakker en ruik de koffie. Ik ben niet voor koffie of zo. Maar dat is een gezegde in Amerika. Wake up and smell the coffee. Snap je? Sta op en wandel. Hartstikke bedankt voor het luisteren hoor. Ik stel het erg op prijs. Ik heb het idee dat God het beste met ons voor heeft. Hij heeft laten opschrijven. God dus. Hij heeft laten opschrijven. Van ja, het is allemaal leuk dat ik het beste met jullie voor heb. Maar dan moet je je wel houden aan het woord. In het begin schiep ik het God. In het begin schiep ik hemel en aarde.
En de rest natuurlijk. Oké, ik ga er nog één doen over katholicisme en de Koran. Helemaal totaal opgevuurd. Heel warm. Het is pas 6:30 's avonds. Dus ik kan er nog eentje doen. Nou, dit was een mooie afsluiting, vind ik. Met een vervolg, natuurlijk. We zijn nog lang niet klaar. Met het Vaticaan en de stupiditeit van de varkens. Of zwijnen. Dus zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds. Ik kreeg een hik. Een boer. En dag lieverds.